jou. Wie is dat? Ga jij vloggen? Good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag en het is 7:30. En volgens mij is Olivia wakker. Dus ik ga even kijken. Kijk eens wie daar is en wakker is en huilt. Olivia. Kijk, ik ga haar halen. Oké, ik heb me aangekleed. Ik heb dit shirt aan van Sandro. Hey, wil jij bij mama? Kom, gaan we jou optillen. Hey. Dan kun je meteen mijn outfit zien. Levi's shorts en mijn Gucci loafers heb ik aan. Olivia, ja, die pas je niet zelf, schat. Moet ik aan doen. En we gaan naar Groningen vandaag. Naar de neefjes van Olivia. Dus we moeten even je tas inpakken met allemaal leuke spullen. Zonnebrand, een bal, je pyjama en je doekje zit erin. Nee. Alsjeblieft. Dus je pyjama, je slaapzak. Ja. Dus dat gaan we doen. En ik zal de link naar het shirt hieronder zetten, want die is er nog. Dat is van, ik heb op Zalando gekocht. Kijk. Wie is dat? Ga jij vloggen? Kijk. Kijk. Waar ga je naartoe met de vlog? Ga je mama filmen? Wij zijn in Groningen en het is super lekker weer en er is hier een trampoline. En Olivia slaapt. Dus wij gaan de hele dag op de trampoline, Bibi. Ik voel me nu echt een kind van drie. Ik ook, ik wil ook een trampoline in onze tuin die we niet hebben. Bedankt voor dat. Wow, oh. Wow, hidden. Dat was wel echt een woord. Ik ben net een baby die kijkt over de trampoline. Papa. Laat haar maar slapen. Wij zitten in de auto terug. En het licht is heel fel. En mijn vader is aan het rijden. Hallo. Olly slaapt weer. En Olly slaapt weer. Het lijkt echt alsof Olly alleen maar slaapt. Nou, Olly heeft dus de hele dag niet geslapen. Olly slaapt normaal van 10 tot 12 en dan van 3 tot 5. Maar dat middagslaapje heeft ze overgeslagen, want ze vond het te leuk in Groningen. We waren in Groningen, had ik dat al gezegd. Ja, dus dat had ze niet gedaan. Ze slaapt nu, het is nu bijna 9 uur, dus ze heeft de hele weg geslapen. Dus ik ben benieuwd of ze zo meteen naar bed gaat. Ik denk het niet. Nou, we zijn weer thuis in Amsterdam en het is nu heel laat, 9:45. Maar Olivia werd natuurlijk wakker toen we thuis kwamen. En wat hij nu aan het doen is, weet ik niet. We zitten op haar kamertje te spelen. Ja, met doekjes, hè? Met doekjes, wat doet die baby daar? En ja, ik ga denk ik zo nog maar een poging proberen om haar naar bed te brengen. En dan ga ik zelf nog even werken en wat spullen inpakken en opruimen. Het huis is echt een bende na dit weekend. Bibi is net naar de moeder gegaan, die heeft haar net opgehaald. En ja, dat eigenlijk. Mag ik geen kusjes? Heb je geen zin in kusjes? Is dat zo? Lekker.
Nou goed, ik ga eens even kijken of hier iemand gaat slapen misschien. Sander is trouwens echt beter in vloggen dan ik. Ik ben echt jaloers. Zijn beelden zijn zoveel cooler. En zijn uitleg is ook echt beter. I like it. Oké, het is veel te laat. Ik heb echt uren muziek geluisterd. Als jullie het trouwens leuk vinden, dan... Dan zal ik wel even een playlist maken op Spotify. Alleen, ik heb dat dus nooit gedaan, omdat ik denk dat jullie mijn muzieksmaak niet leuk vinden. Want ik luister niet echt naar hele commerciële muziek. En daarmee wil ik niet zeggen dat jullie commerciële muziek luisteren. Maar ik luister wel eens naar Bob Dylan en Fleetwood Mac en dat soort dingetjes. Dus let me know. Maar ik luister ook wel naar current muziek. Alleen ook naar dat. Dus het is een beetje een rare combi misschien. En ik ga mijn haar morgenochtend wassen. Maar ik ga eventjes wat product erin gooien. Voor vannacht. Een masker. Ik heb van Keune een masker. Die heet... Waar is die gebleven? Die is zo goed. Oh ja, deze. Dat is Moisturizing Overnight Repair. En die gebruik ik heel vaak. En van Redcat Extreme Length Primer. Want ik wil mijn haar echt langer laten groeien. Dus die gooi ik helemaal door mijn punten. Och, ik maak er echt een bende van. Waarom ben ik zo onhandig? Dus dat ga ik even doen. Ik doe het ook echt mega dik, vies vet erop. En ik doe het zo meteen allemaal toch in een knot. Dat probeer ik nu wel echt 2 keer per week te doen. Want mijn haar is een beetje beschadigd natuurlijk van het blonderen. Ik ben trouwens echt super blij met de kleur. Ik denk niet dat ik snel donkerder haar ga nemen. Ook niet in de winter. Ik wil het wel even voorlopig zo houden. En dan gooi ik die ander nog een keer eroverheen. Die Moisturizing Overnight Repair. En dan ga ik mijn gezicht wassen. En... doen. Ik ga trouwens weer proberen om mijn gezicht 2 keer per dag te reinigen. Mochten jullie afvragen, het boeit me echt niet hoe ik eruit zie. Ik weet dat ik uitgelopen alles heb op mijn gezicht. Ja, dus hier ga ik even verder mee. En mijn make-up eraf halen. Ik lig in bed en ik ga lekker slapen. Ik hoop dat de vlog van vandaag niet al te saai was. Maar goed, ik vlog elke dag. Dus sommige dagen zijn saai. En... ik zie jullie morgenochtend.